Nou, we gaan nu even, dus het, ook het, de debatvorm die we gaan gebruiken tijdens de musea, gaan we nu ook even naspelen. In de zin van, gaan we even oefenen. De Leidsperiode van de Pilgrims en de Mayflower zijn onbeduidende voetnoten in de wereldgeschiedenis. Dat is de stelling waar we het over gaan hebben. Voor, tegen, voor, tegen, voor, tegen, voor en tegen. Opschrijven voor jezelf. Ja, de pilgrims die hebben natuurlijk heel iets bijzonders. Die mensen die glimmen een beetje op hun voorhoofd. En die denken dat zij in dienst staan van God. En ik als schipper ben een beetje sceptisch. Dus ik weet niet. Maar zij denken dat ze iets doen voor de mensheid. En zij denken dat ze ook hun superieure overtuigingen gaan overbrengen. Op de rest van de wereld. Heb je het gevoel dat je iedereen veilig aan land kan brengen? Nee, ik kan het wel in principe veilig aan land brengen, maar ze sterven aan andere dingen. Ze sterven aan gebrek aan vitamine en aan soms jaloezie en elkaar doodsteken. Hoe ruik je? Je ruikt geen vlees, zoals je vers vlees ruikt, maar je ruikt een soort salpeterachtig zout. En dat vlees is eigenlijk niet zo lekker, maar het is wel belangrijk dat we het hebben. We gaan zo het debat meteen voeren. Miranda gaat helpen met de inhoudelijke voorbereiding. Is dit schilderij van Rembrandt over de Pelgrim? Het basis voor de nieuwe samenleving. Maar natuurlijk hier konden ze die godsdienstvrijheid doen. In een ritueel wat zij doen als dankgeving. Ik heb namelijk dit. Oh, oké, okay, leuk. Dat is best deel. Ja. Ja. Ik vind het wel leuk deze manier. In plaats van ga maar allemaal lezen, ga je echt gewoon... Heb je inkomsten? Ga je zoeken? Ja. Ja, je hebt het goed gedaan. Nee. Het is van invloed geweest op het latere politieke stelsel. Niet zozeer alleen de democratie. Nee, eigenlijk niet. Ja, precies. Maar dat zie je in Leiden. Hè? Dus dat is voor het wereldtoneel. Oh, ja, zeg maar, ja, precies. Het is niet dus voor het wereldtoneel. Dat is precies dan. Voor die tijd in de pilgrims waarin ze beschouwd worden als migranten. Dus het is ook weer in de huidige tijd belangrijk voor het migratiedebat. Ik dacht. Het blijkt gewoon uit de bronnen en uit de geschiedenis dat het wel een hele belangrijke invloed gehad heeft. Dus dat de pilgrims veel meer invloed gehad hebben dan jullie misschien wel denken. Wij hebben een bron ontdekt net die beschreef dat in 1668 een dorp van 1000 Indianen werd uitgemoord door kolonisatoren in Nieuw-Engeland.